Goedemorgen, middag of avond en welkom bij Plague Inc. Dit is een spel, ik heb het laatst ontdekt op Steam. Ik zag het ook van Yogscast Panda. Een van de minder bekende Yogscast leden, maar ik vond het wel zo geweldig. Ik denk, dit moet ik ook even spelen. Ik heb er een klein beetje gespeeld. Het zijn allemaal soorten bacteriën die je kunt kiezen. En virussen en dat soort dingen. En het doel van het spel is om de hele wereld maar naar de kloten te helpen. Dus dat gaan we ook zeker doen vandaag. Eens even kijken, we kunnen genen toevoegen aan onze bacterie. ATP boost is altijd fijn, gewoon wat extra DNA. Ik zal jullie zo laten zien waar het om draait. Ik zal dit even instellen en dan gaan we gewoon beginnen. Even zien. Symptoms constant increase. Nee, dit is goed. Bonus DNA when devolving. Fantastisch, oké. We spelen op normal. Ik vind brutal vind ik nog wel iets te hard. Casual is zeg maar niemand wast zijn handen. Research doctors die werken niet. En zieke mensen die krijgen een knuffeltje. Die krijgen knuffels van andere mensen. Dit is wat meer... Ja, wat, zoals de wereld er ook in het echt uitziet. 67,3% van de mensen wast zijn handen op dagelijkse basis. Doktoren werken 3 dagen in de week. Nou ja... In het echte leven iets vaker, maar goed, prima. En zieke mensen, daar doen we verder niks mee. Ze krijgen geen knuffels, maar we gooien ze ook niet, zoals hier bijvoorbeeld, in de gevangenis. Hier werken doktoren constant en compulsive handwashing. Iedereen is de hele dag bezig zijn handen te wassen. En dit is, laat ik hier maar niet over beginnen. Dit is Genetic Drift Impacts Evolution. Doctors invest in research and random medical checkups. Ik ben er nog niet eens aan begonnen. We noemen ons virus het C-virus. Waarom niet? Referentie naar Resident Evil. En we zijn ook een soort van Umbrella Corp. We hebben een startlocatie nodig voor de eerste zieke mens. En het lijkt mij fantastisch om dat in Zwolle te plaatsen. Want ik ben zelf zo ziek. even kijken. Het is namelijk zo, dit spel is nog in early development, dus alle landen zitten er nog niet individueel in. Dus we zijn nu lid van Germany. Maar prima, vooruit. Er is 1 iemand ziek in Duitsland. Nou, wat we nu kunnen doen, is we kunnen wachten totdat het gaat evolueren en dat meer mensen ziek worden, zoals nu. Maar we kunnen het ook een beetje helpen. Als we nou kijken naar transmission bijvoorbeeld... even kijken hier, transmission. Dit zijn allemaal manieren waarop wij het virus kunnen verspreiden. Dit is een hele goeie, via de lucht. Is voor droogstaande gebieden heel belangrijk, maar ook voor mensen die op vliegtuigen reizen. Dit is hetzelfde, maar dan met natte gebieden en met schepen. Dat helpt de infectivity gewoon enorm. Dus we gaan... Deze toevoegen. Deze is voor water. Duitsland valt volgens mij onder de wat nattere landen. Dat kunnen we hier zien als we hier op dubbel klikken. Duitsland is een koud en nat land. Met dichte bevolking. En ze zijn rijk. Ze hebben waarschijnlijk ook goede medicatie dus. Je kan dus inderdaad DNA spenderen aan het evolueren van je virus. En op dit moment doet onze bacterie nog helemaal niks. En wat we willen straks, als dit een beetje doorgaat, wat we straks willen is ziektes toevoegen. Zoals bijvoorbeeld hoesten, of uitslag, of bloedarmoede, of kiestes. Insomnia, dat mensen niet meer kunnen slapen, of misselijkheid. En dat vertakt dan weer naar dingen die veel erger worden. Hoesten is wel een goeie, alleen ik wil nog niet dat die 2 mensen die nu ziek zijn... Dat die meteen, zeg maar, hoe zal ik het uitleggen? Kijk, des te ernstiger zo'n ziekte wordt, des te meer mensen het gaat opvallen. En dan gaan ze werken aan een cure. Dit is hetgene waar je het grootste moet opletten. Het maken van een cure. Je wilt niet dat mensen een cure maken. Je kan inderdaad die belletjes die af en toe opkomen, die kun je opdrukken om extra bonus DNA te krijgen. En we zien... Duitsland is dicht bevolkt en dan kun je het beste ratten toevoegen. Maar het allerbeste kunnen we even gaan voor... ook kou is trouwens ook wel handig. Duitsland valt onder een koud land. Kijk, deze belletjes dus moet je wegdrukken voordat ze verdwijnen.
Even kijken hoor. Ja, zie, dat bedoelde ik dus. Medicine in Germany is slowing infection. En dat heeft te maken met dat ze rijk zijn en dat ze dus een goede zorg hebben. En een goede zorg, dat zorgt er dus voor dat ons virus niet zo goed kan verspreiden in deze landen. Nou, wat ik dus in de eerste instantie wil zien, is dat er heel veel verspreiding is. En als we in elk land een paar zieke mensen hebben, dan gaan we opeens knallen. We gaan straks al langzaam maar zeker hoesten en dat soort dingen toevoegen. Want dat is ook heel erg goed voor de infectie. Maar ja, laten we er nog even mee wachten voordat we dus inderdaad meteen een chaos creëren. Even kijken. Oh, daar kregen we in één keer een mooie stoot. Hier, medicijn resistance. Ik gebruik trouwens hotkeys voor wereld en voor DNA. Dat zijn Q en E. Als jullie denken van, hè, wat gebeurt er? Hij klikt nergens op en toch komt hij in een menu. Het heeft dus daarmee te maken. Je kan ook hierop klikken, maar je kan ook op Q drukken. En dat vind ik zelf wat makkelijker, uiteraard. Even zien. Er zijn honderden geïnfecteerd. Fantastisch. Ook rondom het vliegveld, dat is altijd goed. Laten we ook toekomstige research, laten we dat verlangzamen. Dat als ze beginnen aan het maken van de cure, dan duurt het nog erg lang voordat ze iets hebben gevonden, zeg maar. Als de cure 100% is, dan worden mensen weer beter gemaakt. En dat is vervelend. Je kan op het moment dat zoiets gebeurt, of vlak voordat het gebeurt, kun je ook een genetic reshuffle doen. Die staat hierbij. En dan zakt hij weer eventjes onder de 100. En dan kan het medicijn wat huidig in gebruik is, dus niet meer gebruikt worden. Dus dat is wel fijn. Let ook hier op dit nieuws. Er zitten soms echt af en toe belachelijke dingen tussen. Even kijken hoor. New health guidelines. Oké. Dus dan moeten we waarschijnlijk ook medicine resistance 2 hebben voordat we een beetje fatsoenlijk kunnen verspreiden. Laten we ook nog, laten we gewoon alle basis in eentje nemen. In plaats van meteen doorbouwen. En als het dan goed verspreid kan worden, dan gaan we er een beetje bij niezen. En dan gaan we er een beetje bij hoesten. En mensen worden misselijk. En dan begint het leuke. Dan is het in één keer groot feest hier. Laten we even kijken wat er allemaal gebeurt. Waar ik eigenlijk op zit te wachten is dat een van die 16.000, 18.000, 19.000 mensen even op een vliegtuig stapt of zo. Of in een bootje. Dat is fantastisch. De vervelendste landen om te bereiken, dat zijn dus hier Nieuw-Guinea. Oh. Korean Border Guards plan strike. Oké, dus de grens van Korea. Waar is Korea? Hier. De grens van Korea is nu dus gewoon open. Oké. Oh, we zijn ook in Frankrijk beland. Fantastisch. Nu gaan we dus flink verspreiden. Nu zijn we de grens over. Een van de beste manieren om grenzen over te steken is natuurlijk via mensen. Maar je zou het ook kunnen doen via ratten, vogels of schapen, vee. Livestock ofwel vee, dat is dus echt... Oh, kiestes. We krijgen nu kiestes. Prima. Kiestes is nog heel licht. Dat laten we nog wel toe. Even kijken. Is Frankrijk rural of... Nee, is rijk en dicht bevolkt. Oké, dus extra schapen toevoegen heeft op dit moment geen zin. Maar het verspreidt hier toch wel lekker. Dus we moeten wel inderdaad gaan kijken naar het verspreiden op plaatsen die tegenovergestelde... zoals hete landen bijvoorbeeld. Is wel handig om straks even te pakken. Oh, we zitten ook in Polen. En we zitten ook in Rusland. Fantastisch. Rusland is echt groot op deze kaart. We zitten in Engeland. Dat is helemaal geweldig. Laten we hittebestendigheid toevoegen. Zo. Nu kunnen we echt een beetje beter verspreiden. Nou, kiestes en zo, dat is allemaal nog heel erg minimaal. Dus laten we kijken bij bij symptomen. Laten we gaan niezen. Niezen vind ik fantastisch. Hoesten en niezen is namelijk echt, mensen gaan lekker op elkaar hoesten en niezen en die gaan elkaar lekker aansteken. We zijn besmettelijker dan tuberculose. Fantastisch. Even kijken. Uitslag. En hard zweten. Zweten is blijkbaar erg gevaarlijk in koude landen. Ik snap het wel ergens waar die logica vandaan komt, maar je zou juist zeggen dat in warme landen mensen meer zweten. Ja, of niet? Ik heb er niet zo heel veel verstand van. Ik ben niet echt een medisch man. Een van de grootste uitdagingen is... even zien, Canada. Want Canada heeft hele goede zorg. Oh, ze zijn er nu achter dat er een kleine onschadelijke ziekte de ronde doet.
En Duitsland gaat in zijn eentje werken aan een cure. Even kijken. No research. Oké. Ja, nu is er wel research. Het duurt nog 76 jaar en 98 dagen totdat ze hiermee klaar zijn. Nou, dat gaat wel veranderen wanneer de hele wereld ziek wordt. Dan gaat iedereen namelijk meehelpen. We hebben Japan, we hebben... Wat was dit? De Balkan. Of... Nee, dit is de Balkan. Dit is de Baltic. Oké, de Baltische Staten. Volgens mij is dat even uit mijn blote hoofd Letland en Lapland en die kant op. Ik ben niet zo erg thuis in topografie. Ik doe mijn best altijd wel, maar even kijken. Deze is heel erg besmettelijk. Open wonden. Oh, lekker. Open wonden. En ga er ook maar even lekker bij niezen. Zo. Verspreid maar lekker onder elkaar. Zo. Maar ja, de helft van de wereld is nog wel... Meer dan de helft is... Is nog gewoon vrolijk aan het doorgaan. Rusland verspreidt wel heel lekker nu hoor, moet ik zeggen. Kijk dat gaan. Al die rode stippen. Oh, lekker hoor. Canada hebben we. Mooi. Canada is... Is een van de grootste als je mij vraagt. Als je Canada hebt, zit je wel goed. Mensen, we laten ze niet meer slapen. Dan worden ze less productive. Dan gaat de cure veel minder snel. Dus dat is altijd fantastisch. Kunnen we nog iets leuks doen? Pneumonia, vooruit. We kunnen ook misselijkheid. Oké, mensen worden nu gewoon echt ziek van onze bacterie. Echt ziek. Eens even kijken. IJsland wil ik nog, Groenland wil ik nog wel graag hebben. IJsland hebben we al. Groenland is echt hoofdprioriteit. Als we Groenland niet kunnen krijgen, als iedereen straks zijn havens dicht gaat gooien en weet ik veel, zitten we wel met een groot probleem. Want dan kunnen we niet makkelijk komen. Oké, Duitsland doet de luchthavens al dicht. Oké, we zitten nu echt... Oh, we zitten ook op Nieuw-Zeeland. We staan op de watchlist. Oké, nu gaan ze echt moeilijk gaan doen om het te curen. Dus wat doen we? Extra drug resistance. En genetic hardening doen we er straks bij, zodat het nog moeilijker is. Oh, gelukkig hebben we IJsland. Zodat het nog moeilijker is om onze ziekte te genezen. We zitten al op een mooi deel van de wereld, hoor, moet ik zeggen. Kijk dat gaan. We kunnen nog wel wat transmission erbij gebruiken, dat even iets sneller gaat. Wat dacht je van vogels om grenzen over te steken? Dat is fantastisch. Vogels steken namelijk de grens over als mensen alles hebben dichtgegooid. Want ik zie al dat inderdaad vliegvelden dicht gaan, havens gaan straks dicht. We willen alleen nog niet dodelijk zijn, want als we dodelijk zijn, dan wil iedereen in één keer meehelpen met het genezen van deze ziekte. Hoeveel punten hebben we hier nodig? 27 voor extra hardening. Dat doen we dan ook maar. We gaan nu hard, jongens. We gaan nu hard. De wereld is ziek. We hebben de Cariben. Mooi zo. Hebben we elk land al? Nee, nog niet elk land. Het schiet wel op. Oké. We kunnen deze doen. Fantastisch. Hoppa, extra bonus. Laten we eens even kijken. Klimaat. Klimaat is niet echt belangrijk. Deze, volgens mij. Tenminste, ik heb niet echt zo'n goed gevoel daarbij. Laten we nog wat extra infectivity eroverheen gooien. En hier, vooruit, zo. Extra ziektes. We willen dat mensen echt ontzettend ziek worden. We zijn nu besmettelijker dan de verkoudheid. Systemic infection is gemuteerd. Oh, maar dat is dodelijk. Dat willen we nog niet. Nog net niet. Ik krijg er ook nog 4 punten voor terug, dus ik mag niet klagen. Nee, ik wil nog net niet dat we dodelijk zijn. We moeten eerst Afrika even goed pakken. We hebben heel Europa al ziek. En Azië. Kijk dan. Dat is Afrika. Oké, nu kunnen we dus echt... Deze is heel dodelijk en heel erg besmettelijk. Dit is necrosis. Mensen die dood zijn gegaan van onze ziekte, verspreiden de ziekte nog sneller. Paranoia is heel goed. U ziet, deze is wel dodelijk, die is ook dodelijk, deze niet. Die is dodelijk, deze niet. Zo. We hebben nu alle niet-dodelijke symptomen behalve deze overgeven. De rest is allemaal dodelijk. Dus alles wat we er nu bij doen, alles wat we er nu bij doen is dodelijk. Dus laten we dat nog even niet doen. We moeten echt wat werken aan onze transmission nog. We moeten nog wat besmettelijker zijn. Vooral in Afrika. Dus dat is bloed en muggen. In Afrika heb je blijkbaar heel veel mensen met open wonden. Oh hier, we zijn al mensen aan dood. Oh hier, 35% compleet, de cure. Dat is niet goed.
Italy is leading the global cure. Oké. Dus Italië is nu bezig met over en weer gaan voor medicatie. Even kijken. Wil ik muggen of wil ik nu mensen gaan doodmaken? Ik wacht wel even. Oh, hier. Hoesten en kotsen is blijkbaar een combo. Projectile vomiting. Zie het voor je. Dat mensen gewoon tegenover elkaar staan. Van, oh, ben je ook zo ziek? Ja, ik ben ook ziek. Blah! Huppa, alsjeblieft. In het gezicht. Oké, we hebben Madagaskar. Vlak voordat de haven dichtging hebben we Madagaskar kunnen pakken. Dat is fantastisch. Oké, en nu? Nu moeten mensen langzaam doodgaan. Insanity is significantly harder to cure. Dat is fantastisch en dodelijk. Oké, nu gaan de doden vallen. Let op. Let op het dodental. 16. Eerste dood in Peru. Oké. Nu gaan de mensen dood. Nu raken mensen in paniek. Oké, de hele wereld is nu aan het werken aan de cure. Internal hemorrhaging. Dat zijn dus... Interne bloedingen en dat soort dingen. Fantastisch. Niet dat dat zo fantastisch is als jij interne bloedingen hebt en je kijkt deze aflevering. Let dan maar niet op wat ik net zei. Killing very fast. Mensen in Brazilië gaan sneller dood dan dat ze geïnfect worden. En dat is inderdaad slecht. Want als er niemand meer over is die infected is... Ja. Dan houdt het op. Maar het valt blijkbaar mee. We kunnen nog pneumonia erbij doen voor extra besmettelijkheid. Die had ik nog niet. Walking dead symptom. Insomnia en anemia. Anemia is bloedarmoede, dus je krijgt een grijze huid inderdaad. En insomnia is dat je niet kan slapen, dus mensen lopen er nu bij als zombies. Scientists working on the cure are less productive. Fantastisch, want de cure, die moet eruit. Oké, we zijn dodelijker dan de zwarte dood. Kan ik me niet voorstellen eigenlijk, maar vooruit. Jij zegt het. Even kijken, nu moeten we echt hard gaan hoor. Wat doen we? Diarree in arme landen, is dat heel erg dodelijk? Ja, hier. Poor countries very vulnerable. Oké. Ik moet wel wat sparen voor die genetic shuffle. Die moet ik wel op de achtergrond houden. Deze doen we erbij. Gaan mensen dood, jongens. Afrika zit nog niet echt... Afrika zit nog niet vol. Maar laten we eerlijk zijn, als we mensen in Italië... Hier ben je. Als mensen in Italië doodgaan, zij leiden de global cure. In dat geval... Even kijken, hoeveel kost... Oh, total organ failure. Mensen vallen letterlijk gewoon dood neer. Die moeten we hebben. Die moeten we hebben. Daar gaan we. En daarna wil ik necrosis. 44 punten. Nou, ik moet eerst de cure maar eens even oplossen trouwens. Oké, Engeland is helemaal in paniek. Engeland breekt af. Oh, kijk, daar gaan mensen dood. We hebben echt een genetic reshuffle nodig. Ik moet hier nog eventjes wat mensen verspreiden. Ik heb puntjes nodig, jongens. Italië gaat langzaam maar zeker dood. Dus de cure gaat nu heel langzaam omhoog. Immune suppression. Prima, immuniteit werkt niet meer. Waar staat hij? Hier ergens. Ja, immune suppression. Immuniteit is niet meer van sprake. Hoeveel punten heb ik nodig voor de reshuffle? Ik kan hem doen. Bam. De tweede reshuffle kost 28 punten. Kijk, nu gaan we van 90 terug naar 80. Oké. Daar gaan we, aarde. Nu moeten we alleen nog inderdaad Afrika zien te krijgen. Dus we moeten nog wat extra verspreiding hebben in arme landen. En we zien, dit is in hot climates en chance of mutation. En bloed doen we erbij voor de arme landen. Nu gaat het hier, als het goed is, heel snel. Moet wel bijna. Ja, we zijn aan het verspreiden, jongens. We zijn aan het verspreiden. Oh, we gaan veel sneller mensen dood dan dat er... iets wordt gedaan. Kom op, we hebben... Doe maar meer vogels voor extra grensoverdracht. Oké, jongens. We moeten nu nog voor de laatste reshuffle 28 punten hebben. En we moeten hier gewoon veel meer gaan verspreiden. Kijk, er gaan sneller mensen dood. Mensen gaan heel snel dood. Minder mensen worden dus ziek. En we hebben gewoon heel veel landen die hier
Gewoon hier. Oh, bah. Mensen lopen rond met gewoon openbloedende wonden. Oké, ik denk dat we dodelijkheid eventjes moeten afstraffen. Ik weet het, we hebben er net heel veel punten aan uitgegeven, maar we moeten de dodelijkheid er even afhalen. Alleen de zware dodelijkheid, zoals deze. Die halen we er even af, want we vermoorden te snel. We moeten eerst nog infecteren hier. Ik denk ook dat extra heet klimaat... Kijk, nu gaan we. Nu gaan we hier. Kijk, dat wil ik graag zien. Eerst moet iedereen ziek zijn voordat we iedereen doodmaken. De cure is ook 93% compleet. Het gaat heel langzaam nu, want iedereen is hier gewoon flink aan doodgaan. De mensen die nog leven, nou ja, ze proberen wel wat, maar het lukt ze allemaal niet meer. Oké, nu komt Total Organ Failure er weer gratis bij. We moeten eerst mensen ziek maken, jongens. Maak mensen ziek. Oh, kijk, daar gaat heel Afrika. Hebben we nog een land dat... Nee, alle landen zijn besmet. Mooi. En sommige landen zijn er al helemaal uit, zoals IJsland en Peru, als ik me niet vergis. Wat is dit? Bolivia, mijn excuses. Daar gaan we. Gaat redden, jongens. Angola nog. Kom op, we zijn er bijna. Ik moet zeggen, dit spel is best lastig, hoor. Ik verkijk hier niet op. Ik heb heel veel rondes gedaan dat ik gewoon keihard verloren heb. Oh, kom op. We zijn er bijna. Wie zijn er nog? Wie zijn er nog niet infected? We hebben alle landen. Mexico? Waarom is Mexico weer beter? Er is niemand infected in Mexico. Wat? Mexico heeft nog mensen leven. Oh shit. Wat kunnen we doen voor Mexico? Dicht bevolkt. We kunnen wat ratten toevoegen. Ratten die het medicijn dragen. Of het virus dragen. Waarom is Mexico... Oh, shit. Iedereen is al dood in Amerika en in Centraal-Amerika. Dus die komen niet meer over. Oh, man. Ik had Mexico helemaal niet opgelet. Ik wist niet dat Mexico weer veilig was. Oh, man. Gaan we het alsnog niet halen. Tenzij er spontaan honderden vogels op afkomen. Straks zijn de laatste die de ziekte dragen dood. Dan leeft er nog een klein handjevol mensen in Mexico. Maar dan winnen we niet. Oh, jongens, dit is het einde. We hebben verloren. Er zijn een paar mensen die het overleefd hebben in Mexico. Jammer. Zeer jammer. We gaan het nog een keer proberen. En nu met exact hetzelfde weer gewoon vochtige landen krijgen. Nee, we kunnen wel droge landen. Droge landen krijgen extra. We doen weer op normal. Nog een keer C-virus. Fantastisch. Dit keer doen we eventjes op driedubbele snelheid. Startlocatie. Ik denk dat in China hier wel een goede is. Want China woont een zesde van de wereldbevolking. Dus laten we dat proberen. We krijgen puntjes. China is overigens, als ik even kijk, China is alleen maar dicht bevolkt. Voor de rest niks. Dus dat is heel makkelijk verspreiden met ratten. Zo. Laat de ratten maar komen. We gaan nu even lekker snel. En we gaan dit keer echt proberen goed te verspreiden. Voordat we ook mensen proberen dood te maken. Kijk, zolang mensen niet weten dat er een ziekte is, is er namelijk niemand die op zoek is gaat naar een genezing. Vogels voor grensverspreiding. Schaapjes, vreugde. Ik wil alle basissen hebben. Mass panic over 3D printed robotic juicer. Oké. Zal wel een referentie zijn naar een film of een spel dat ik niet gespeeld heb. Even kijken. Het gaat de goede kant op.
China gaat ook heerlijk snel. Hè? Dat is, je hoeft er niks voor te doen. Het gaat naar Indië, prima. Okay, uitslag. Wil ik uitslag? Ja, uitslag is niet heel erg, denk ik. Maar wil ik het wel? Wil ik dat mensen... Nee, ik wil hem nog niet. Nog niet, komt wel. Man runs with scissors, 12 hospitalized. Ik zei toch dat er geniale tekst in stonden. Oh yes, dit gaat lekker. Dit gaat de goede kant op. Wat wil ik? Ik wil drug resistance en ik wil genetic hardening voor de cure. Oké, nog niemand heeft door dat ze ziek zijn, want niemand is letterlijk ziek. Iedereen heeft gewoon het virus en er is niks aan de hand. We hebben al meer mensen in onze grip dan HIV, maar nog niemand weet dat ze ziek zijn. En dat is denk ik de sleutel hiervan. Zolang niemand er wat door heeft, is er niks aan de hand. Straks is iedereen ziek, dan knallen we erin. Nee, rash weer eruit. Ik wil je niet hebben. Geen uitslag. Daar krijg ik ook nog 4 punten voor terug elke keer, vanwege die bonus die ik heb. Zo, fantastisch. Lekker veel puntjes trouwens, laten we wat doen aan... medicatie. Oh, en klimaat is ook wel belangrijk. Dat het beter verspreidt dan andere soorten klimaat. Even kijken. Hier, we hebben al een groot deel van de wereld gewoon te pakken. Maar dat komt namelijk door China. Maar goed. Klimaat is heel belangrijk. We moeten blijven verspreiden en daarna moeten we flink gaan muteren. Even kijken. Koude klimaat wil ik er nog bij hebben. Ik wil gewoon van alles een klein beetje. Alle basis. Dan heb je de hele wereld straks infected. Dan kunnen we die allemaal terugnemen. After Suarez bite. Dat vind ik ook zo fantastisch. Dat ze gewoon op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het nieuws. En dat ze dadelijk op inspelen. Fantastisch. Even kijken. Dit gaat de goede kant op, jongens. We gaan lekker. We gaan hard. Koude klimaten erbij. Huppa. Verspreiden die handel. Rusland, IJsland. Noem maar op. Insomnia. Nee, wil ik niet. Mensen gaan doorhebben dat ze niet kunnen slapen. Dan gaan ze op zoek naar wat het kan zijn. Eerst verspreiden. Yes. Festival of Love in Mexico. Oh, International Kissing Day. Oké. Nee, prima. Ga maar lekker met elkaar zoenen. Verspreid de ziekte. Verspreid de ziekte. Dat klinkt zo fout als je het zo zegt. Lucht. Vliegtuigen, jongens. Stap in een vliegtuig. Let's go. Bootjes vind ik ook prima, hoor. Maakt mij niet uit. Severe storm in Spanje. Oh, zo'n 246 mensen doodgegaan in de wereld. Gewoon vanwege die storm in Spanje. Ja... Kom maar, virus. Verspreid maar over de wereld. Ik zeg het ook als virus, maar het is een bacterie. Dat is een groot verschil. Een virus muteert op zich. En een bacterie niet. Oh ja, nu gaan we lekker. Duitsland erbij, Polen erbij. Ik wil nog eventjes die aparte landen zien, zoals IJsland, Groenland, Madagaskar. Dat wordt nog niet... Waterverspreiding. Straks hoef ik alleen nog maar bloed en muggen. En dan hebben we alle basis van verspreiding. Je kan dat natuurlijk... Anemia wil ik niet. Nee, geen symptomen, jongens. Wegwezen. Het is heel erg besmettelijk op dit moment, maar het is nog totaal niet dodelijk of ernstig. En dat wil ik graag zo houden. Laat de mensen maar lekker in hun waan dat ze gezond zijn. En dan straks in één keer bam. Huppa. Als ik nu symptomen ga toevoegen, dan is de hele wereld in paniek, want iedereen heeft het. Even kijken, wie hebben we nog niet? Het zijn nog best wat landen. De voornaamste zijn Madagaskar en Nieuw-Zeeland. Die moeten we eruit zien. Nieuw-Zeeland hebben we inmiddels. Madagaskar nog even, jongens. Dan hebben we alle eilanden, de rest verspreidt wel. Dat komt wel goed. Oh, we hebben trouwens belachelijk veel punten. Laat ik eventjes vliegen en bloed... transfusie gebeuren doen. Dan gaat dit hier straks... Ja, kijk, daar gaan we al. Blijkbaar bloeden mensen in Afrika heel veel. Of komen in contact met andere mensen die bloed hebben.
Ja, iedereen heeft bloed, dat snap ik ook wel. Hoesten? Nee, wil ik niet. Nog niet. Nog niet. Mensen mogen niet doorhebben dat ze ziek zijn. Dat is het mooie. Niemand. Canada? Kom op, Canada. Oh, ik zag net heel even dat het getal kleiner werd. Alsof Canada mensen aan het genezen is. Tsunami in Zuidoost-Azië. Ja, dat gebeurt wel eens daar, ja. Kan ik ook niet helpen. Hebben we de hele wereld aan? Nee, Marokko en Algeria. Nou, dat is dus op vasteland. En de landen eromheen zijn al verspild. Dus we moeten ervan uitgaan dat we straks geen bijzondere punten meer krijgen. Zoals die bolletjes. Omdat we landen verspreiden. Want op Marokko na is elk land nu ziek. Die bolletjes krijgen we nog wel. Bonuspunten. Nou, dan wil ik nog de extra genetic hardening hebben. Zo, niet insomnia. Jongens, jullie luisteren niet, hè? Extra hardening. Oh, die heb ik al. Fantastisch. Extra medicijn bestend. Fantastisch. Nou, dan als Marokko nou ook nog ziek wordt, dan gaan we langzaam maar zeker gaan we mensen doden. En dat is dus nu. Bird migration. Fantastisch. Nou, dat zit wel goed. We verspreiden al aardig. Laten we voor de necrophilia gaan. Dat is echt super besmettelijk. Dus dit is nog niet dodelijk. Dus mensen hebben nu wel door dat ze ziek zijn. En ze gaan langzaam werken aan een cure. Maar nu worden mensen wel sneller ziek. Polen. Doe maar Polen. Oh, we staan op de watchlist. Omdat we erg veel mensen ziek maken. Kom op wereld. Jullie zijn er bijna. Weet je wat? Val dood. Letterlijk. Val me dood. Nu gaan ze. En nu gaan ze hard. Het is ook super besmettelijk nu ineens. Heel Canada is naar de kloten. Kijk eens aan. South Africa is leading the cure effort. Oké. Nu gaan ze ook hard hoor. Hier 9%. Maar wij gaan harder terugpakken. Er mogen straks geen gezonde mensen meer in de wereld zijn. Coughing. Doe maar. Evolueer maar. Doe maar. More than the Spanish flu. De Spaanse griep was hier niks bij. 25%. Jongens, dit is een appeltje eitje. Mensen, wat dacht je van koorts? Koorts is altijd leuk, toch? Oké, de hele wereld is nu aan het sterven. Langzaam maar zeker. Wie is er nog niet? Even zien. Welk land? Welk land is nog gezonde mensen? Oh. Marokko. Ja, oké, dat snap ik. Marokko was het laatste. Nee, Marokko, dat klopt nog wel. Marokko is inmiddels ook al volledig ziek. Er zijn geen mensen meer op de wereld die niet ziek zijn. Oké, nu willen we dus echt de dodelijke dingen hebben, zoals hemorrhaging shock. Dat soort dingen. En dat komt wel. 50% compleet op je cure. Fantastisch, jongens. Doe vooral lekker je ding. Hier, mensen worden helemaal gek. Kom maar op. Het is nu echt een race tegen de klok. Wat wil ik hebben? Hemorrhaging cure, die kost 28. Wat kunnen we hier nog? Genetic reshuffle. Het lijkt me handig om 23 punten opzij te houden. Dus we moeten wellicht even kijken, even wachten. Kijk, des te meer mensen doodgaan, des te minder zou kunnen doen aan de cure. Genetic shuffle, ja, maar daar moet ik wel puntjes voor hebben. Oh, ik kan puntjes terughalen uit verspreiding. Want verspreiding zit nu wel goed. We zijn al verspreid over iedereen. Dus laten we dit weghalen, zo. Laten we alleen maar dodelijke dingen toevoegen. En even een reshuffle doen. Misschien symptoms. Die is al erg dodelijk. Kost 28 punten. Heb ik net niet genoeg voor reshuffle. Maar hey, dat komt straks. Straks zeg ik, maar het is wel een race tegen de klok. Mensen moeten nu echt spontaan bij bosjes dood neervallen. Kom op. Oh ja, ik heb genoeg voor een reshuffle. Bam. Alsjeblieft, een paar puntjes eraf. Kijk, dit is wat ik graag zie. Dit is wat ik graag zie. Symptomen, kunnen we nog wat refunden? Ja, deze. Hebben we niet echt nodig. Uitslag is niet dodelijk. Alles wat niet dodelijk is, halen we eraf. En we pakken alleen de dodelijke dingen. Even zien. Deze, skin lesions, is niet echt nodig. Deze is dodelijk, die is dodelijk, die is dodelijk. Deze kan ook eventueel dodelijk zijn. Maar ik wil denk ik wat bewaren voor reshuffle 2. Of die doe ik alvast.
Het is toch een race tegen de klok nu. En we gaan het winnen, deze race. Dit keer gaan we hem winnen. Kijk eens aan. Hier, mensen vallen met bosjes neer. Oh, prachtig. Wat een feest om dit te zien. Het C-virus is super dodelijk. Super effectief. De wereld is in vlammen. Mensen sterven bij de bosjes. Niemand meer over om nog iets te doen aan de cure. Ja, er zijn nog een paar brave souls. Een paar dappere mensen die af en toe eens wat doen. En eventjes om het af te maken. Doen we er nog interne bloedingen bij. Alsjeblieft. Ik denk dat het nu wel gedaan is, jongens. Bedankt voor de moeite. Bedankt voor de effort. Maar deze hebben we gewonnen. En flink. Heel flink. Dat kan ik ervan zeggen, ja. Hier, extra dood, alsjeblieft. Dan gaan ze de laatste 10 miljoen mensen kijken hoe de aarde ten onder gaat. 4 miljoen. 3 miljoen. 2 miljoen. 1 miljoen. En dat was hem. Jongens, goed gedaan. The last few humans know they are watching the end of history. Maar dit is dus de standaard gameplay van de bacterie. Er zijn heel veel andere ziekten. En ook fantastische ziektes die erbij zitten. Zoals neural worms, zombie virus, nanovirus. En daar komen we allemaal nog aan toe. Als jullie het leuk vinden, laat even een commentaar achter. Dan doen we gelijk hierna virus en dan gaan we dat hele lijstje even bij af. Yes. Totale score. Niet echt geweldig. Maar ja, toch in ongeveer 3 jaar hebben we de hele wereld, iets minder dan 3 jaar, hebben we de hele wereld vernietigd. Mensen, ik zeg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Krimi TV.